Welkom weer bij Knotten Connects Live van knottenmol.nl. De klokken horen jullie nog slaan om 11 uur, dus we zijn weer lekker stipt op tijd. We willen eerst een minder leuke mededeling doen, hè? Ja. Tenminste, dat is. Misschien is het ook wel een leuke mededeling, maar jullie zullen. Ja. Monique. Hebben jullie al 2 weken niet meer gezien. Monique en ik hebben besloten ieder onze eigen weg te gaan. Dus helaas komt zij niet meer voor in onze Facebook Live uitzendingen. Maar, dan gaan we naar het goede nieuws. We hebben vandaag wel Marloes. Alweer. En... Ik ben niet meer de special guest, denk ik. Nee. 3 keer op rij ben je niet meer de special guest. Dan ben je gewoon part of the team. Maar... we hebben gewoon steeds andere mensen die Facebook Live doen. En we zien wel wie er elke keer te gast is of wie het gaat presenteren. Dus dat is dan weer leuk, hè? We hebben steeds wisselende dingen. En het belangrijkste is denk ik dat we gewoon elke week lekker met jullie komen praten over haken en breien. Over alle projecten die we mee bezig zijn, nieuwe bolletjes. Dus dat gaat gewoon door. We willen even proberen mee te kijken, toch? Oh ja. Ik ga het even aanzetten. Dan kunnen we ook zien wie er al bij zijn. Dan kunnen we even goedemorgen zeggen. Oh ja. Ik ga ervan uit dat ze... daar zijn we. Goedemorgen, Loes. Jij bent er vast mee. Goedemorgen, Mireille. Jij kan weer even naar ons kijken. Heel gezellig. Oh, het ziet er gezellig uit, dat hoekje. Oké, ik ga even... Lieve uit België, goedemorgen. Petra is erbij, Anne is er. Margret vanuit Gouda. Angelique, onze collega. Hoi, Angelique. Ik vind het superleuk dat Angelique ook op de vrije dag gewoon lekker kijkt. Werk gaat altijd door, maar dat heel leuk. En Jacqueline, die zegt goedemorgen vanuit Beverwijk. En ik moet eens eerlijk zeggen, ik had gisteren een heel leuk telefoongesprek. Ik ben de naam even kwijt. Maakt ook niet uit, want degene, als die nu kijkt, die weet dat het over haar gaat. Die dus in de zorg werkt. En ja, ik kreeg kippenvel. Dat er iemand zo blij kan zijn. Ik krijg echt kippenvel. Wow. Ik had het niet. Nee, vertel gewoon. Zo kwam het op mij over. Dat zij werkt dus in de zorg. En het is echt niet... makkelijk. Maar haar ziekenhuis of verpleeghuis had ingesteld dat ze een budget kregen voor ontspanning. Nou echt, ik vond het ook zo mooi om te horen. Mm. En zij had dus besloten van oké, breien vind ik heel ontspannend. Dus ik besteed dat graag bij knotten. Oh, wat leuk. Dus heel leuk, dat. Maar goed, gewoon het feit. Maar zij kijkt dus ook elke donderdag. In haar drukke leven. Dus ze kijkt er naar uit, zeg maar, dat wij dan dingetjes laten zien. Echt en, leuk. Nou ja, dat is, daarvoor doen we, we doen niet alleen daar, maar we doen het voor, om mensen gewoon iets positiefs mee te geven. En het is gewoon zo, haken en breien is gewoon heel ontspannend. Ja, en je kunt het altijd doen. Dat is het ook. Ja. En dat brengt me naar het bruggetje, Marloes. Ja, heel goed. Want we hebben echt weer heel veel te vertellen. Ja. Maar één van de dingen die jullie vast gemist hebben, omdat ik er een paar keer niet bij was. Maar we gaan volgende week woensdag. Ja. Bijna al. Oh, ja. Superleuk. Gaan we beginnen met de call. De Corset Along. Nu hebben Joris en ik van de week de tutorial opgenomen. En voor die eerste week. En Joris' opmerking was na die tutorial van... Oh, ik word ook al helemaal zen van de opname. Dus moet je nagaan. En dit is best ingewikkeld. Ja, in die zin... Nou ja. Maar het is omdat het juist daardoor... zeg maar, kun je helemaal opgaan in het haken. Ja, dat is inderdaad gewoon... met een ingewikkeld patroon... heb je ook gewoon geen ruimte in je hoofd voor andere dingen. Dus het is gewoon jij, je wol en de haaknaald. En dat is gewoon super. Het is echt heel ontspannend, maar verslavend. Ja, maar ik heb het vorige week ook al gezegd. Deze verslaving is niet slecht voor je. Nee. Dat is het grote voordeel. Zeg maar, als je ergens aan verslaafd moet zijn, is dit helemaal oké.
En we hadden nog een tijdje geleden de vraag openstaan dat jullie wel nieuwsgierig waren naar de witte variant. Die is echt al een tijdje geleden. Mm-hmm. Ik ben er net mee begonnen dus, voor de tutorial. Maar ik kan wel een beetje laten zien. Want het eerste figuurtje wat we mozaïek gaan haken is een relatief eenvoudig figuurtje. Hè, dus we gaan niet gelijk beginnen met het moeilijkste van het moeilijkste. We beginnen gewoon eenvoudig. En ik heb dat dan ook helemaal uitgewerkt. Dit komt natuurlijk ook allemaal in het tutorial, hè? Maar gewoon om een beetje te laten zien hoe het eruit gaat zien. Dit staat dan ook in het patroon. Dus het is helemaal uitgewerkt dat je vaste, losse stokjes moet haken. Dat staat allemaal in dit schema. Maar nu is dit schema ziet er een beetje gek uit, want het is een soort driehoek. Maar dit is dus één... Moet ik hem even erbij pakken? Oh, ik ja. Even laten zien. Want dat maakt het, vind ik zelf, gelijk heel veel duidelijker. Omdat je hier bovenaan in het midden begint, even andersom. Dan, je gaat natuurlijk midden. Dus eigenlijk, je gaat zo deze driehoek, is dan die driehoek. Nou, ik kan hem niet goed laten zien. Je begint hier en dan joep, ga je naar een driehoek. En dat is hier dan helemaal uitgetekend. Nou ja, als ze ermee bezig gaan, is dat helemaal... Ja, je hebt natuurlijk straks de uitleg en de filmpjes. Ja. Dus dan komt dat helemaal goed. Maar wil jij kijken of we vragen erover hebben? Eventjes kijken hoor. We hebben wel nog veel meer goeiemorgens. Oh, goeiemorgen allemaal. Oh, helemaal goeiemorgen. Oh, Frida, die was een beetje laat vandaag, maar die is er wel. Lieve is er, Annie, Carla, Madelon, Herma, Annemie. Oh, het is zo leuk om ook de namen weer terug te zien. Heb je dat ook? Ja, dat heb ik ook. Ja, ik vind het altijd super leuk dat jullie als vaste klanten gewoon elke keer weer kijken. Dat maakt gewoon dat het een beetje is alsof we met elkaar aan het koffiedrinken zijn, maar dan op Facebook. Even kijken, Truus en Miranda en Franny zijn erbij. Eventjes kijken. Frieden, we gaan het zo over het vest hebben. Komt eraan, don't worry. Dat was het andere leuk. Even kijken. Nee, er zijn nog even geen vragen. Oké, dan ga ik gewoon even verder. Want dit is een heel klein stukje pas natuurlijk wat ik gehaakt heb. Maar dan kun je vast zien, we zijn begonnen met cool. We hebben allemaal een kleur cool en een kleur colorissimo. En dan op een gegeven moment pak je dus de colorissimo erbij. En dan hoef je die draden dus niet meer af te hechten. Want je haakt gewoon heen en teruggaand met cool. Heen teruggaand colorissimo. En dan kun je de cool, die hangt er nog. Die pak je gewoon weer op. Moet je gewoon even zorgen dat het niet strak zit. Dat dit lusje niet te strak gaat. En dan kan ik in het schema even kijken, spieken waar ik ben bij de cool. Ik ben bij deze rij gebleven. Dus als je dadelijk bezig gaat, dit is best handig om het uit te printen. Ja, je kunt ook altijd even met een potloodje gewoon markeren waar je bent. Zeker dan aan het eind van de dag, als je dan morgen weer verder gaat. Eventjes aangeven. En je begint altijd met twee vaste in de eerste steek. En ik was dus in rij 13 en dan zie ik van, dan moet ik een losse maken. En met een losse slaan we een steek over. En dan komt er weer een vaste. En dan zie ik al van, dan moet ik een stokje maken in die toer eronder. Ja, en dit is gewoon heel leuk. Ik vind het heel leuk dan dat je dat figuurtje ook echt dadelijk tevoorschijn. Als jij iets gaat vertellen, ga ik gewoon verder haken. En wie weet lukt het me om het figuurtje af te krijgen. Want, als we nog vragen krijgen, horen we dat wel. Ja. Dus vroeg of het weer in tekens is, net zoals bij de vorige muziek. Ja. Ja. Dus het enige verwarrende is misschien dat het, wat ik net probeerde uit te leggen. Maar het is eigenlijk gewoon gespiegeld, toch? Dat is toch het ding? Maar dit ziet, je gaat meerdere. Dus je figuurtje kan groter worden. En op zich is dat niet ingewikkeld, want het gaat logisch, kun je het gewoon groter maken. Maar dat is wel anders natuurlijk als rechtdoor, want dan hoef je daar niet over na te denken.
Maar het fijne is dus, we beginnen met z'n allen gewoon simpel bij het begin. En het is ook heel leuk dat je dan door de weken ook zelf vordert. Dus aan het eind ben je gewoon expert mozaïek haken. En aan het begin kun je gewoon rustig gaan oppakken. Ja. En ik heb ook al ergens geschreven dat ik al bij voorbaat trots ben op iedereen. Dat het gewoon gaat lukken. Ik weet gewoon dat het gaat lukken. Sowieso. Ja. En zeker nu is het extra leuk om met z'n allen ergens aan te werken, denk ik. Denk ik ook. Juist nu. Ja. En dan, Marloes, jij wil misschien wel jij de eerste herfsthit, Mohanne. Ja, we hebben namelijk in onze nieuwsbrief van woensdag heel veel herfsthits. Want we hebben elke week hebben we het dan over een paar dingen. Maar we hebben zoveel leuke dingen al gedaan eigenlijk dit seizoen. En het is echt moeilijk om te bedenken waar mee te beginnen eigenlijk. Ja, hè? Want we hebben zoveel neergezet. Misschien... Maar je vest wat je aan hebt? Het vest wat ik aan heb, dat is wel leuk, ja. Jullie hebben hem misschien ook al een keer gezien. Mirai heeft hem ook al wel eens aangehad. Dit is het Smoky Gradient structuurvest. En het wordt gebreid van een dubbele draad smoky in 3 kleuren. En we bieden het pakket ook aan in verschillende kleuren. En het is de eerste keer dat ik hem draag. Maar het is gewoon een super licht, zacht vest. Met een structuurpatroontje erin. Ik weet niet of als ik hem nou een beetje zo voorhoud, dan kan Joris misschien iets op inzoomen. En dat ziet er wat ingewikkelder uit dan het is. Want het is een patroon wat zich elke paar naalden herhaalt. Dus dat is gewoon in het begin even opletten en dan lekker doorbreien. Zeker omdat je gewoon hele stukken gewoon lekker rechtdoor kan breien. En het heeft, wat ik altijd zelf heel mooi vind, van die mooie details. Dus ingezette mouwen. En het is een wat slanker model, zoals jullie zien. Dus echt een mooi basisvest, zou ik zeggen. Een mooi basisvest. En toevallig die mevrouw die mij belde uit de zorg, die vroeg of het geschikt was voor beginners. En dit vind ik zeker geschikt voor beginners. Zeker. Zeker. Toch? Ja, dus, want in het eerste deel is gewoon rechtdoor. Dus dan kun je echt goed worden in dat patroon. Ja. Dan kun je gewoon het helemaal in je vingers krijgen. En dan bij die mouw moet je wel wat meerdere. Maar dat is ook eigenlijk alles. Wat meerdere, wat mindere bij de mouwen. En verder kun je gewoon lekker breien. Mijn moeder zegt altijd mindful breien. Oh ja. En dat vind ik er eigenlijk ook wel bij passen. Oh. Kijk. Even kijken. Dus, we hebben nog wat meer. Goedemorgen van Nydia en van Petra. Het vest gaan we het zo over hebben. Even kijken. We mogen mensen het niet lang in spot laten. Het roze vest, dat is deze. Dat vraagt Franny. Dat is een vest. Ik ga het nou gewoon maar meteen vertellen. Hij staat ook voorop het nieuwe Filati-boek. Filati nummer 60. En het is Frances' favoriete... Mag ik dat zeggen? Is het jouw favoriete vest? Het is echt jouw favoriete vest. Maar ik weet niet of deze toch... Je mag ook elke 3 weken een ander favoriet vesten, maar dat is oké. Ik ga hem eventjes bijpakken om hem een beetje uit te lichten. Want dit is echt een super vest. Het heeft een hele mooie ballonmouw. Die naast dat die gewoon heel chic is, ook gewoon lekker simpel is om te breien. Want het loopt gewoon rechtdoor. Behalve bij de boord. En het heeft een tricotsteek onderin. En in de bovenkant weer een ander breipatroon. Dubbele, het lijkt wel, hè? Ja. Wat het even net interessant maakt om te breien. En het is gewoon een lekker oversized basic vest, wat je heel goed als jas kan dragen. Ik draag nu als jas. Frances draagt hem inderdaad als jas, daarom weet ik het. Die komt elke ochtend in het roze binnen. Maar zeker met wat grijze weer wat we hebben in Nederland, kunnen we allemaal wel wat kleur gebruiken. En dit is ook een herfsthit, hè? Dit is ook een herfsthit. Met korting. Ja, dat wou ik net zeggen. Dus de herfsthits hebben tot en met zaterdag zelfs 15%. 15? We zijn wel een beetje... we zijn gewoon in een vrijgevige bui. Ja. Laten we het daarop houden. Gebruik van de Brigitte. Ja. Brigitte en nummer 2 en nummer 3. Het enige jammer hieraan is, die roze kleur is nu niet verkrijgbaar. Dus dan kan je niet met de aanbieding scoren, helaas. Maar hij is ook heel mooi in bijvoorbeeld kobaltblauw of geel of ik zou koraal. Vooral zeggen, kies je eigen kleur. Want als ik zou hem sowieso in het geel maken. Geel is mijn favoriete kleur. En roze is jouw kleur. Ja. Dus dat is gewoon superleuk. Want dan heb je echt een vest wat gewoon meteen je outfit maakt. Eigenlijk. Dat is leuk. We moeten echt even over dit vest. Ja,
Mag ik het vertellen? Want ik ben heel trots. Ja. Ik ben heel trots. Dus je moet even gaan staan, denk ik. Jongens, dit is mijn... Oké, jullie hebben het me echt al 3 keer over gehoord, volgens mij. Dit is mijn allereerste ontwerp voor Knotten. We hebben nog geen naam eigenlijk. Oh, misschien hebben mensen ideeën. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Het is een beetje gebaseerd op die fantastische stola met vierkantjes van de Colorissimo. Ja. En ik was zo fan van die vierkantjes. Ik dacht, daar moet iets mee te doen zijn. En we zijn natuurlijk fan van zichzag. We maken heel graag... Frida zegt, oh yeah. Frida, ik zie je bestelling snel verschrijden, denk ik. Ik heb hem eindelijk af. Ik heb gisteravond nog tot 11:30 draadjes zitten instoppen. Echt? Want ik wilde hem zo graag af hebben. Inspiratie laat zien. Ja, dit is het Doek & Co. Die Ik heb Doek & Co. wel echt gepakt. Even kijken hoor. Oh, hier. Helemaal onderin. Ja. Ja, dus... een vest en je ziet aan de onderkant heb je dus een zoom van vierkanten. Ja, dus dit is de inspiratie geweest. Ja, dus een zoom van... Granny Stola van de Colorissimo. Nee, dit is echt de inspiratie geweest. Ja. Wat overigens ook een herfsthit is. Ja. Dus code herfsthits. Je kan het niet uitspreken. Herfsthits. Ja. En de Colorissimo is ook gewoon een favoriet van ons. Ik heb hier even 4 kleuren waarin die stola in ieder geval beschikbaar is. En wat hier weer zo leuk is, is kies je eigen kleur. Deze hebben ze in een hele mooie blauw-groen gehaakt. Ja. Het is wel even werk, maar het is echt lekker haken. Want dat zigzagpatroon, als je dat helemaal haakt, dan heb je dat gewoon in je vingers. Misschien wil je een beetje uitleggen hoe het gemaakt is. Het is wel wat hoor. Het is wel een beetje voor de gevorderde haakster zou ik zeggen. Maar zeker de moeite waard. Je begint dus met die vierkanten onderaan. En die haak je steeds in de laatste toer haak je die al aan elkaar. Maar dat dus wordt hetzelfde gewoon... idee als bij die stola. Ja, en dan begin je dus vanaf hier met haken naar boven met dat zigzagpatroon. En de bies die wordt er direct aangehaakt. En vervolgens haak je dus alle panden samen tot aan de armsgaten. En dan split je hem in voor- en achterpand. En de mouwen werken eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Dus je hebt weer die vierkanten aan het begin. En dan haak je weer dat zigzagpatroon. Ja, dus je bent hier begonnen met, met de vierkanten. En dan haak je dus die kant op tot de schouder. En daarna haak je dus de rand aan de mouwen. Hij sluit echt heel mooi aan. Ja. Het is echt bijzonder. Het is helemaal je maat. Ja, de mouwen zijn voor mij iets te lang. Ja. Maar dat is dus makkelijk korter te maken door iets minder toeren. Ja, precies. Dus dat is super handig. En ook het vest, de lengte kun je gewoon aanpassen. En dus als je zegt, ik ben wat langer, ik ben wat korter, daar zit nog wel wat speling in. Ook dat, ja. Dus... Ja, en je kan hem ook, want ik ben natuurlijk maatje plus size. Mm-hmm. Maar je kan hem ook smaller maken, toch? Ja, we hebben hem inderdaad in 2 maten. Dus we hebben hem een beetje in de... In maat L tot XXL, denk ik. Dat is de maat die Francis draagt. En we hebben hem ook gewoon in maat SM straks. Ja. Dus dit is het voorbeeld. Ik ga de andere maat voor mezelf maken. Yes. Want ik wil hem ook heel graag zelf hebben. Ja, dus dat wordt hartstikke leuk. Ik hoop... even kijken. We hebben... Oh, er zijn allemaal mensen die leuke dingen zeggen. Lieve zegt, ze is net te snel geweest met bestellen, want nu is er korting. Ja, Petra zegt fantastische kleuren. Emmy vindt het ook een mooi vest. Ines zegt, oeps, ze laat ingelogd, hallo. Petra heeft eigenlijk al veel van ons liggen, maar vindt het wel heel mooi. Ja, ik vind dat je dit heel mooi gedaan hebt, Marloes. Oh ja, Frida zegt, komt het papier? Ja, ik ben al bezig. Ik zit in de avonduurtjes het patroon uit te schrijven. Zondag komt hij in de nieuwsbrief. Ja. Dus zondag is het helemaal af. En dan kunnen jullie hem ook bestellen. Ja. Dus dat wordt superleuk. Ik ben nog even de schema's aan het tekenen. En dan zorg ik er gewoon voor dat het helemaal is uitgewerkt. Want het zit allemaal in mijn hoofd. Dus dat moet nog even op papier en dan kunnen jullie het ook maken. Nou, als jullie, stel vooral nog vragen, dan probeer Marloes dat te bekijken. Maaike vraagt de achterkant even laten zien. Oh, dat kun je wel vast even doen, denk ik. Want dat is eigenlijk is de achterkant ook heel mooi. Ik vind het echt... Ja, helemaal fan. Ja. Ik een beetje draaien. Ja, het heeft ook een beetje die 70s vibe die tegenwoordig ook weer terug is. En ja, dat is superleuk. Maar het is niet tuttig of zo. Nee.
niet de verkeerde vibe, zeg maar. Ja. En wat ik ook leuk vind, is heel vaak met die granny squares heb je allemaal kleuren. Dat je duizenden draadjes afhechten. Deze kleuren zitten gewoon op de bol. Dus dit is gewoon, dit is kleur 4 van de Colorissimo. Dus je, dat valt ook mee, want ik haat draadjes altijd persoonlijk. Maar elk vierkantje, dat kleurt gewoon zichzelf. Dus dat is ook gewoon heel lekker haken. Oké. Okay. Next. Gaan we verder met de herfsthits. Want, oh, ik had hem gelijk al open. Ja, er is één sjaal, die is gewoon echt heel populair. Ik heb hier wat. Oh ja. Dat is, ja, we hebben dus het boekje eigenlijk... Oh, ik doe dit toevallig op volgorde. Dus het boekje Doeken en Co. is het eerste boekje wat verschenen is dit seizoen. Ja. En nou, we hebben net die andere, die Stola, waarop dit vest is gebaseerd, laten zien. Maar dit is ook een absolute topper. Ja. Ik wil niet weten hoe vaak ik dat heb ingepakt. Ja. Echt heel vaak. Ja. Ja. Maar het voordeel hiervan is wat jij net zei. Je kan helemaal je eigen kleuren kiezen. Want we hebben echt heel veel kleurmogelijkheden om uit te kiezen. En ja, eigenlijk kan je daar ook niet de mist mee ingaan. Nee. Want het zijn altijd mooie kleuren bij elkaar. Ja. En het is dus gemaakt van de Ecopuno. Ja. De Ecopuno is een draadje met katoen en een klein beetje wol nog. En alpaca. Oh ja. Alpaca. Alpaca wol. Alpaca is top. We zijn... Ja. Super warm. En wat het de Ecopuno, door die katoen, is het ook echt een beetje een all-season draad. Er zit zelfs 72% katoen in. Ja. Waardoor die, of niet waardoor, maar hij is ook heel licht. Mm-hmm. Dat komt niet door die katoen. Maar hij is inderdaad licht, toch warm, maar super zacht ook. Ja. Dus ja, die is ideaal voor zo'n sjaal te breien. Ja. En wat het leuke is, die sjaal is ook, zeker als je een beginnende breister bent, echt goed te doen. Ja. Want het zijn gewoon 5 bollen en het is gebreid in tricotsteek. Dus dat is gewoon echt lekker doorbreien. Zeker als je zegt, ik brei graag tijdens het series kijken, zoals ik ook graag doe. Dit is echt een voor de tv-zit project. Ja. Dit heb je zo af. En als je hem af hebt, dan koop je gewoon een andere kleurcombinatie. Dan brei je er nog één. En dan brei je er nog één. Je kan hem ook natuurlijk heel makkelijk weggeven. Ja, superleuk als cadeau. Ja. Ik had nog eentje van de Doeken en Co. Namelijk de Stola van de Silk Hair Haze Degradé. Omdat ik dacht, oh, dat garen, dat verdient ook nog wel een beetje aandacht. Ja, we hebben er 2 eigenlijk in staan. Ja, dat klopt, ja. Even kijken hoor. Ik ga gewoon alvast iets vertellen over het garen. De Silk Hair Haze Degradé is echt fantastisch. Het is 70% mohair en 30% zijde. Dus het is een super zachte... Pluizige, maar niet kriebelende. Dat vragen mensen vaak. Kriebelt dat? Dit is super zacht. Dit is als een wolkje. Ja, het is dit is echt luxe. Dit is pure luxe, dit garen. Dus we hebben deze de gebreide Stola ervan. Die is natuurlijk een beetje uitdagende patroon. Klein beetje. Mm-hmm. Maar we hebben ook deze. Die is van die kleur. En deze is gewoon een stukje simpeler. Dus het is gewoon voor elk wat wils. En we hebben er super veel kleuren van. Ik heb maar even 3... wat meer basic kleuren gepakt voor de verandering. Want wij zijn allebei wel van de felle kleuren. Maar stel, je bent gewoon een persoon die graag basics maakt. Dit is er ook. Dus we hebben een hele mooie army kleur. Een anthraciet. En ook deze ijsblauw is natuurlijk een topper. Het past eigenlijk bij heel veel. En het is gewoon lekker breien. Maar, dus uit de Doeken en Co hebben we... Ja, we nooit alle boeken behandelen. We hebben alweer te veel. We hebben te veel. Jij bent deze toevallig aan het breien die ik nu... Ja, dat is leuk. Nou, dit heb je, als jullie vorige week ook hebben gekeken, dan heb je dit vorige week ook gezien. Want ik ben net als veel van jullie met meerdere projecten tegelijk bezig. Want ik moest mijn vest afmaken. Maar ik ben ook deze, de Harmony Stola, aan het breien voor een vriendin van mij. En dit is echt erg leuk. En wat zo fijn is, het is 5 bollen hard. Ja, hij is mega. Hij is echt mega. Kijk. Echt ongelooflijk. Het is eigenlijk een dekentje. En dat vind ik heel fijn, want in mijn huis is het altijd vrij koud. Dus als ik dan voor de computer zit, dan heb ik eigenlijk een dekentje nodig. En dat noem je dan een sjaal. Ja. Want dan is het ineens gewoon oké om het ook buiten het huis aan te doen. En er zitten dus franjes rondom die hele stola. Maar als je zegt, ik hou minder van franjes, dan kun je die stola echt meer dan 2 meter lang breien. Dat is echt top.
Want de stolen uit het patroon is 1,70 meter bij 60 centimeter. Ja. Is al heel royaal. Maar als je zegt, ik maak maar een twee kanten franje in plaats van een vier. Nou, dan heb je echt een oneindige stolen. Hij ziet er ook echt heel fijn uit. Ja. Ja, en dat Harmony, wat zit daarin? Even kijken hoor. Ik heb nog een bolletje hier. Ja, mijn huisgenootje, ik heb allemaal huisgenootjes die breien en haken allemaal niet. Maar die vroeg, wat is dit? Mag ik het aanraken? Ik zeg, voel het. Voel het, knuffel het. Het is 56% alpaca, 20% katoen, 10% wol en nog een beetje polyamide voor de sterkte. Want zeker met alpaca kan hij dat goed gebruiken. En het is eigenlijk een basisdraad waar die alpaca een beetje omheen zit. Dus het breidt super lekker. Het is heel zacht en licht. Het is echt... Ja, ik kan niet elk garen een wolkje noemen, maar deze toch ook echt wel, denk ik. En we hebben hem ook in heel veel mooie kleuren. En ik dacht, ik maak gewoon een keer een mooie basic in een mooie bruin tint. Maar de ijsblauw van het voorbeeld is ook mooi. En we hebben hem in geel en we hebben hem in lila. Dus dat is echt, ja, super. Ja, we hebben heel veel leuke reacties op het vest. Ja. Ik zag in ieder geval de naam Vintage Vest voorbij komen. Vintage Vest, dat vind ik leuk. Ja, ik dacht ook nog iets met Granny misschien. Ja, maar Vintage Vest vind ik leuk. Ja. Goeie. Het heeft ook wel iets weg van een pauw. Een pauw? Een pauw. Ja. Oh, dat vind ik ook. Die kleuren. Ja. Ja, dat is ook leuk. De Vintage Peacock. Vintage. We gaan er even over nadenken. Maar post vooral nog namen als je leuke ideeën hebt. Dat mag altijd. Hoe zitten we in de tijd? We hebben eigenlijk nog maar 5 minuten. We hebben eigenlijk nog maar 5 minuten. Oké. Okay, maar ik wil even, jullie hebben dit vorige week natuurlijk laten zien. Maar jij wil hem ook nog even laten zien. Ja, ik wil hem laten zien. Want ook omdat het leuk is om te vertellen hoe dat dan gaat. Dat was nog voor deze lockdown, zeg maar. Toen was Mireille ook weer even in Delft. En toen, Mireille en ik zijn natuurlijk ook altijd van, en wij zijn allemaal van het haken. En dus toen gingen wij wolletjes bij elkaar zoeken. Wat je misschien niet gelijk bij elkaar zou verzinnen. Maar waar is mijn kistje? Ja, die is het. Toch, het is niet gelijk dat je denkt van, hier ga ik. Nee. Maar dat maakt het dus helemaal leuk. En ik moest er nu aan denken, omdat hier ook die harmony in zit. En serieus, die bolletjes zijn knuffelbaar, zeg maar. Ja, het is niet voor niks de teddy stolen natuurlijk. Maar dit is helemaal, het is gewoon helemaal, dit is zo, dit is echt zo'n knuffel. Nou ja, en hier kan je zeker als dekentje om je op de bank zitten. Ja, dat is ook waarom we allemaal breien aan haken. Hè? Gewoon om een excuus te hebben om buiten in dekentjes rond te lopen. Ja. Maar niet zeggen tegen de rest van de wereld. Hoe heet die? De teddy stolen teddy, is dit. Teddy. En dit, dit is natuurlijk ook een herfsthit. Ja. Dus ik zag wel dat er een aantal kleuren uitverkocht waren. Ik ga daar kijken of ik dat kan fixen. Maar echt mooi. We hadden deze week een DPD hiccup. Ja, en is het nou makkelijk om te haken, deze? Ja. Ja, hè? Ja. Deze is echt voor de... Dus ook als je een beginner bent en je denkt, dit ziet er ingewikkeld uit. Dat zijn vooral die kleuren. Want het patroon herhaalt zich elke paar naalden. Dus dat is super leuk. Maar dus dankjewel Mireille voor dit super ontwerp. Heel leuk. Ja. Echt heel leuk. Heel mooi die kleuren ook verdeeld. Mm. En dat is gewoon heel goed. Ja, en Angelique en ik waren ook al meteen fan van de foto's in Groningen. Altijd het mooie platteland. Dat is heel leuk om dan meteen te zien van... Het is bijna een beetje alsof je een vakantiekaartje krijgt, vind ik dan. Ja. Ja. Oké, jij mag nog één ding kiezen wat jij... Ik mag nog één ding kiezen. Ja. Oh, dat is heel moeilijk. Want eigenlijk vind ik altijd alles leuk. We vinden eigenlijk allemaal alles leuk. Maar ik ga hiervoor. Voor de Indian Summer. Die hangt hier. Want ik vind het altijd het leukste om te praten over onze voorbeelden. En ook... dit was gewoon heel leuk. Want dit was... weet je nog? Dit was... Deze sjaal is een beetje gekomen aan het eind van een hele drukke werkdag. En aan het eind van een drukke werkdag moet je altijd even bijkomen. En bijkomen voor Francis is een nieuw project bedenken om mee naar huis te nemen. Dus, want als werk je hobby is, dan is het helemaal niet erg. Dus wij zaten daar met met de garens. En we zaten met zo'n bol gomitolo. Ik heb hier twee andere kleurcombi's. En dan zit je een beetje voor je kasten. Want eigenlijk hebben we gewoon een paradijs aan wolletjes hier.
kleuren te kiezen. En dan komt er ineens iets heel ongebruikelijks uit, wat echt superleuk is. Want je hebt dus die stola met vooral de roze-paars tinten. En dan ineens een groene en een oranje. En dat maakt het gewoon een superleuk gekleurde stola. En hij is dus in schuine toeren gehaakt. Wat even wat anders is, maar niet moeilijk. Dus superleuk. En we hebben ook hier, zoals jullie van ons gewend zijn, verschillende kleurcombinaties. Dus ik heb er hier weer even twee bijgepakt. Voor als je echt een passion hebt voor pink, dan is dit hem echt. Of als je zegt, ik ben meer van die blauwe tinten, wat meer. Dan is dat natuurlijk ook superleuk. Dus ja, dat. En leuke aangeknoopte franjes die je dan precies kan maken van het garen wat nog over is. Maakt het gewoon ook een lekkere sjaal om je outfit een beetje kleur te geven. Want daar houden we allemaal wel van. Ja. En een glittertje. En een glittertje altijd. Ik zie even een reactie van iemand over mohair. Maar mohair komt niet van konijntjes die kaal geplukt worden. Dat is angora. Ja. Dat hebben wij niet. Nee, dat verkopen we inderdaad niet. Mohair is van een geit. Maar dat heeft terzijde. Dus geen zorgen. Dat vinden wij ook niet prettig. Nee, en Lana Grossa die is ook heel erg daarmee bezig. Ja, ja, ja. Die hebben nu ook lijn van garens die biologisch geverfd zijn. En ook helemaal diervriendelijk. En, ja. Nou ja. Ja, want wij vinden dat net zo belangrijk als jullie dat gewoon allemaal goed gebeurt. Ja. Dus als je hier iets koopt, dan is het gewoon goed. Oké, maar zijn we al een stukje verder met de kal? Ja, sorry, ik ga het niet redden natuurlijk. Om het echt te... Ik heb wel een stukje verder gehaakt. Maar ik denk dat we ook af moeten gaan sluiten. We, op onze website bovenaan heeft Joris heel mooi voor ons ingericht. Daar staat herfsthits. En dus als je daarop klikt, krijg je heel de alle dingen uit de collectie herfsthits. Die nog tot en met zaterdag met 15% korting te bestellen zijn als je de code herfsthits gebruikt. Maar dat staat te typen dan te zeggen. Ja, het is heel goed te typen. Het staat er ook bij, toch Joris? Dus ja, je hoeft het allemaal niet te onthouden, maar... kijk gewoon in die collectie. En we hebben een aantal dingen laten behandeld. We hebben hier ook nog dingen, meer dingen hangen die er allemaal in zitten. Dus dat is superleuk. Ja. Wat wil jij nog? Zal ik nog even een paar dingen zeggen? Cecile vraagt, wie is er allemaal nog meer aan het breien / haken op dit moment? Nou, ik verwacht heel veel van jullie. Francis zelfs ook. Francis die wil eigenlijk het liefst gewoon de hele dag haken. Eigenlijk wel. Maar dan moeten we ook nog wat andere dingen doen. Ines die is bezig met de poncho van de Gamito Lobene. Superleuk. Even kijken. Emmy vindt de stola ook mooi. Frida heeft de stola al af. En die vindt hem ook heel zacht. Nou, leuk om te horen. Ja. Ja, ja dat vind ik ook. Hij is echt heel zacht. Ja, hij is super zacht. Even kijken. Heidi was bij ons in de winkel op een zaterdag. En die vond het superleuk. En die is begonnen aan de eerste sok. Superleuk. Dat gaan we zeker ook tegen Angelique vertellen. Angelique is wel echt zij is gewoon onze sokkenpersoon. Ja. Heel leuk. Margreet heeft iets besteld wat straks op de post komt. Martine heeft het Smoky Vest ook net klaar. Heerlijk zacht en warm. Nou, dat kan ik zeker beamen. Ja. Paula is ook aan het breien. Ika vindt het super gezellig. En Karin vindt dat we het vest eigenlijk naar mij moeten noemen, omdat het mijn eerste project is. Nou, dat vind ik ook leuk. Dat vind ik ook leuk. We gaan er nog even een kop koffie over drinken, denk ik. Superveel goede ideeën van jullie. Oh, dat vind ik wel... ook leuk. Van de eerbetoon. Petra is helemaal fan van de Telly Stolen, maar heeft nog 4 projecten liggen. Dat herken ik wel. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Want hoe meer je binnen moet zitten, hoe meer tijd je hebt om te haken en breien. Dus en dat is gewoon super om te doen. Om je even af te leiden van alles wat er gewoon allemaal om ons heen gebeurt. Ja. Breien en haken kan gewoon altijd. Nou, ik denk er zijn een paar van die figuurtjes te herkennen nu, toch? Het is die... die zet, zeg maar. Ja. Maar verder lukt het me niet om te komen. Maar gelukkig komt het ook allemaal in de tutorials. En dus dat begint volgende week woensdag. De pakketten zijn ook nog te bestellen met korting.
En dan gaan we afsluiten. Denk het, hè? Ja. Ja, het is erg. Bijna in maart. Ja, het is ook altijd. Het is gewoon altijd weer leuk om hier te zijn. Ja. En dan toch een beetje verbonden te zijn met mensen uit Nederland, ja. België. Misschien nog wel andere plekken. Ja. Ja. Dus dit fest. Als je nog niet geabonneerd bent op de nieuwsbrief, dan moet je dat nu doen. Want we gaan hem zondag in de nieuwsbrief uitgebreid behandelen natuurlijk. Ja, super. En dan maken we de naam bekend. Maar ik vind Marloes iets ook wel leuk. Ja. Zeker. Dus dank jullie wel weer voor het kijken. Ja. En het was heel fijn. Ja, het is weer leuk. Heel bijzonder dat jullie ook... jullie zijn toch met veel die gezellig even met ons een kopje koffie drinken. En al dat haak- en breiwerk met ons bekijken. Want ja, dat blijft inderdaad, daar kun je altijd zo over praten. Ja, is ook zo. Gaan wij ook straks zeker gewoon weer verder ja, doen? Ja, wij gaan weer verder Wij gaan doen, gewoon straks verder praten over onze projectjes. Ja, dus bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer om 11 uur. En dan ja, laat je verrassen wie er dan weer aan deze kant van de camera zit. Ja. En, dankjewel en kijk vooral ook op knottenwol.nl. Doei doei! Doei.